welkom bij AltaVista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, het is vandaag een speciale dag en niet de positieve zin. Nee, het is vandaag de meest depressieve, deprimerende dag van het jaar. Tenminste, zo zeggen ze. Het is vandaag namelijk Blue Monday. Ja, Blue Monday. En we gaan vandaag iets speciaals doen. Ik heb namelijk een tijdje geleden, heb ik het al verteld, tijdens de Oranje Special. Elke keer als we een dag hebben die iets te doen heeft met de kleur, gaan we een speciale video maken. En vandaag is het Blue Monday, dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een top 5 doen met blauwe Funko Pops. Blauwe Funko Pops, ja, echt waar. En ik kan jullie wel eens vertellen, dat zijn er veel. Er zijn echt ontzettend veel blauwe Funko Pops zijn er uitgekomen en heb ik in de collectie. Ik ben rond gaan kijken. Ik kom sowieso op 20, 30 pops kwam ik wel, die allemaal blauw waren. Ik zal het eventjes hier laten zien. Dit is hetgeen inderdaad wat er eigenlijk online allemaal te vinden is. Allemaal blauwe Funko Pops. En van deze lijst heb ik er echt al veel van. Maar nog eigenlijk veel meer pops zijn er inderdaad als op die lijst staan. Maar ik heb echt eventjes moeten kijken. Hè? Want wat is nou blauw? Of wat is nou geen blauw? Of net wel of net niet? Ik heb geprobeerd 5 Funko Pops te pakken die echt blauw zijn. Naar mijn mening. En 5 pops die eigenlijk ja, wel blauw zijn. Ook in de lijst voorkomen. Maar eigenlijk net die top 5 niet gehaald hebben. Dus ja, we gaan een 5 en een 5 doen. Laten we 10 zien. Ik laat het even zien. Nou, ik ga eerst met 2 pops die eigenlijk allebei de top 5 net niet gehaald hebben. Dan gaat het namelijk over deze. Het is namelijk bijvoorbeeld Iceman. Hè? En zo heb je bijvoorbeeld ook Hydro Man, deze 2 pops. En deze zijn, ja, zijn dus blauw. Ze zijn meer ijsachtig. Hè? Kijk aan. Zo heb je bijvoorbeeld ook Qui-Gon Jinn zit nou te kijken. En je hebt bijvoorbeeld ook de... de Dead Walker van de Game of Thrones. Die is ook ijzig. En deze zijn niet echt blauw. Nee, maar goed, zijn ze groen? Dat zijn ze ook niet. Dus wellicht dat we die een keertje gaan bespreken in een ijsvideo. Ik heb geen idee, maar we gaan lekker de kleuren langs. Vandaag gaan we dus de blauwe postlatief voor. Ik heb oranje gedaan. En binnenkort gaan we ook nog de groene doen. Ook wel een speciale groene dag. Die kunnen we misschien zelf al vast invullen. Sint Patrick's Day. Leek me een leuke gelegenheid om dan de top 5 groene pops te pakken. Dus maar goed, deze zijn dus niet geboren. Ze hebben de top 5 niet gehaald. En dat geldt ook voor deze 2 pops. Dit zijn namelijk wel, sterker nog, het woord blauw komt zelfs voor in de pop. Het is namelijk de Blue Eyes White Dragon. Kijk aan, dat is deze. Dit is de Box Lunch Exclusive. Kijk aan. In een protector van Koning Protector, uiteraard. Hoe kan het ook anders? En dit is de Blue Eyed Toon Dragon. Kijk aan. Die hebben we met Sinterklaas gekregen. Heel erg vet. Ja, en deze hebben dus allebei het woord blauw zelfs in de naam. Maar ja, deze is trouwens wel meer blauw. Deze is de White Dragon, deze is de Toon Dragon. Deze zou ik misschien net wel kunnen halen. Want die is toch wel blauw metaliek. Maar ik heb ze niet in de top 5 gezet. Nee, dus maar wel andere pops. Ik ga deze eventjes hierin zetten. En deze even erop. En dan ga ik jullie laten zien welke wel in de top 5 staan. Heel erg gaaf. De allereerste pop is de pop die ik volgens mij het laatst heb, bijna het laatst heb in mijn collectie heb toegevoegd. Het is namelijk Stitch. Ja, zeker Stitch. Ja, die horen er zeker in. Een van de blauwe karakters. Ik heb hier laatst bijvoorbeeld niet smurven. Die heb ik niet in mijn collectie zitten. Anders had ik die zeker getoond. Maar dit is Stitch. Het is de Flock Special Edition 1045. Kijk aan. Ze hebben via Pikkepop hebben we kunnen scoren tijdens de laatste Comic-Con. Heel erg gaaf. En we hadden natuurlijk hiervan ook de Stitchwit ukulele. Die hadden we ook. Maar deze is echt heel erg gaaf. En je hebt ook de normale Stitch natuurlijk. En je hebt de Jumbo-sized Stitch. Heel vet. Over Jumbo gesproken. Ik heb binnenkort echt iets heel Jumbo aankomen. Maar goed. Heel erg gaaf Stitch. De Flocked Special Edition. Dat is dus nummer 1. Die hoort er zeker in. Die zetten we hier neer. En dan gaan we over naar de volgende. De volgende pop is deze. En die was ook echt blauw. Het is namelijk de Guardian van Samurai Jack. Ja, die heb ik ook nog niet zo lang geleden gescoord. 1055. Kijk aan. Dat is deze uit de set van 5. Samurai Jack 1055. Kijk aan, dit is hij. Ja, die is zeker blauw. Tenminste, nee, die is echt wel blauw. Dit is echt een blauwe Funko Pop. Ja, ik heb zo ontzettend veel. Ja, Batman is in principe ook blauw. Die zou je er ook in kunnen zetten. En we hebben bijvoorbeeld Jaw. Die hij is ook blauw met wit. Het zijn er echt heel veel. Maar ik heb een keuze moeten maken. Ik zit aan te kijken. Spooky Space Cook is ook blauw. Ik heb een keuze moeten maken en ik ben voor deze gegaan. Dit is nummertje 2. En dan gaan we over naar de volgende, de laatste 3 pops uit deze top 5. Toch veel pops die ik laat zien. De volgende, ja dit is zeker een blauwe pop. Het is namelijk Squirtle. Zeker weten Squirtle. Dan moet ik wel zeggen, op de doos is hij echt blauw. Maar als je dan de pop zelf erbij pakt, ja, neigt hij ook wel meer naar groen. Ja, wat vinden jullie? De doos is sowieso blauw. Kijk aan, aan de zijkant blauw. 504 Squirtle. Ja, ik heb hem echt in de top 5 gezet. Deze hoort er zeker bij. Nummertje 504. Kijk, en zo maak ik van deze depressieve dag, gaan we er toch nog iets moois van maken. Hè? Probeer toch een hele toffe, positieve video te maken. Heel erg gaaf. En
ik ben op zich niet zo depressief gestemd op deze dag. Ik vind het allemaal prima. Dus vandaar deze toffe video. En dan de volgende, de laatste. Nee, niet de laatste. De ene laatste. De laatste, zeker niet de laatste. Deze pop is namelijk Batman. Kijk aan. En deze heeft blauw chromissie. Kijk aan. Heel erg gaaf. De 2019 Summer Convention Limited Edition Exclusive. 144 Batman. En dit is Batman uit. Nee, dit is gewoon de classic Batman. Met een chrome editie. Heel erg vet. 144. Ja, hier kun je ook over twijfelen. Is het nou blauw of is het groen? Maar ik vind het zeker geen groen. Ik moet zeggen, groene pops zijn er ook heel erg veel. Dat gaat ook heel erg gaaf worden. Noem maar iets. Denk maar aan de Gremlins. Of wat hebben we nog meer? Ik ben even aan het kijken. Dat is straks zo verschillend. De Joker is ook groen. Zo heb je er heel veel verschillende pops. Dus dat gaat heel erg gaaf worden in die volgende. Maar dat gaat nog een tijdje duren. Hoor. Want St. Patrick's Day is pas in februari volgens mij. Dus dat gaat nog eventjes duren. Maar deze heel erg vet. Batman superheroes. Uit de 80 years of Batman. Heel gaaf. Goed, we hebben 4 gehad. 4 die het niet gehaald hebben. 4 die het wel gehaald hebben. En dan gaan we over naar die laatste. Ja, en dit is een hele grote. En die ga ik er even bij pakken. En deze is zeker te weten blauw. En ik ga even kijken dat ik hem... Hij heeft zelf een blauwe sticker. Ja, ja. Het is namelijk... Hanna-Barbera Huckleberry Hound. Nummertje 773. Ja, deze. En hij heeft zelf die Funko Limited Edition sticker. En die is ook blauw. En dit is hij, ja... Deze kon natuurlijk niet ontbreken in deze top 5 blauwe pops. Kijk aan, Huckleberry Hounds. Een set van 1. Dit is hij. Kijk aan, hier staat de achterkant. Heel erg tof. En die gave sticker, die limited edition sticker. Daar staat hij. Heel gaaf. Ja, deze horen er zeker in te komen. Ik ga even kijken of jullie mij nog kunnen zien. Dus die gaan we even zo neerzetten. Nee, we doen het anders. Want dit heeft de top 5, deze heeft de top 5 gehaald. En deze net niet. Sorry jongens. Die zetten we eventjes hier neer. Ja, tot zover deze top 5. Ik wil deze video toch eventjes maken. Ik vond het gewoon leuk, want we hebben gezegd dat we elke keer eventjes wat kleuren pop bij elkaar gaan zoeken. We gaan, Giel gaan we ook nog doen. Dat lijkt me ook gaaf. Denk maar aan de Simpsons, SpongeBob, etc. En zo gaan we de hele regenboog af. Dat lijkt me echt heel erg tof. Om daar elke keer een video te maken en die pops een keertje bij elkaar te pakken en uit te lichten. Heel tof. En ja, goed. Ik hoop dat jullie toch vandaag een hele toffe dag hebben. Ondanks dat het de meest depressieve dag is van het jaar. Ja, er is statistisch bewezen... Ik weet niet hoe het precies komt. Voor mij is de altijd, vind ik, de eerste dag dat ik weer moet werken na oud en nieuw. Ja, en dat was dit jaar ook op een maandag. Dus ik zou zeggen, nou, dat was dan de, even goed zeggen, de tweede. Ja, die was voor mij, vond ik depressiever als deze maandag. Maar goed, ik weet niet wat jullie van vinden. Laat maar even weten in de comments. Ja, wat gaan we nog meer doen? We gaan binnenkort heel vette mailkills bespreken. Ik heb heel veel vette dingen binnen gehad. Maar we beginnen volgens mij met de mystery box. Die gaat heel tof worden. Heel speciale mystery box. Ik heb hem eigenlijk al aangekondigd een tijdje terug. Maar die gaan we openen. Heel vet. En we gaan natuurlijk starten met die Tour door Duitsland. En dat gaat ook heel vet worden. Ja, daar zijn we echt al een hele tijd mee bezig. En ik heb zo ontzettend veel klaarstaan. Ik heb echt waar, ja, jullie kunnen het niet zien, maar ik heb echt waar... Ik denk misschien wel 12 dozen klaarstaan met Funko Pops. Die we allemaal nog gaan unboxen. Die ik allemaal nog ga laten zien. En die ik nog niet heb laten zien. Dus dat gaat echt heel erg tof worden. Ik zou zeggen, ga het niet missen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je het niet mist? Heel simpel. Hieronder kun je abonneren. Doe dan druk op het belletje. Dan krijg je een melding als een nieuwe video online staat. Heel erg tof. En aan die kant kun je ook nog even een duimpje omhoog geven. Dat zou ik ook heel tof vinden. Ik ben alleen benieuwd. Welke blauwe pops hebben jullie nou in de collectie? Laat even weten in de comments. Welke blauwe pops missen jullie? En dan zeggen jullie, Koen, die heb je ook in je collectie zitten. Misschien zien jullie hem wel op de achtergrond. Want ik zit al te kijken, Chilly Willy, daar hebben we ook nog de ijseditie van. Aquaman zie ik hier staan. Rosie van de Jetsons, ook blauw. Ja, ik hoef maar rond te kijken. Colossus, ja, in principe ook wel gedeeltelijk blauw. Black Widow heeft een blauwe bril op. Rescue, meer paars. Maar hier zien we de blauwe Deadpool. Ja, die had misschien wel een plekje kunnen krijgen, maar de blauwe Deadpool... dit is Bad Girl trouwens. En zo zijn er ontzettend veel pops inderdaad. Die allemaal. Alice in Wonderland. Ook een blauwe jurk aan. Sally natuurlijk. Ja, noem maar op. Er zijn heel erg veel blauwe Funko Pops. Die de top 5 hebben kunnen halen. Maar ik heb gekozen voor deze 5 pops. Omdat ik die toch het felste blauw vond. En nogmaals, ik heb de smurven niet. Dus ik heb bij deze moeten laten. Goed, ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Toch nog een hele toffe maandag gewenst. En de volgende video kan je nu al vertellen. Die gaat tof worden. Die gaat echt, nou ik kan het in andere woorden kan ik zeggen. Die is vet. Die is echt heel vet. Ja, misschien snap je hem dan al. Goed, ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes, doei.